Lode Totem, oprichter en dirigent van het Mechels vocaal ensemble Scala Vocale, viert zo dadelijk op zijn respectabele leeftijd van 70 jaar hier in deze prachtige Sint-Rombouts-kathedraal zijn verjaardagsfeest. Wat we in deze video verder mogen verwachten, wel, dat laat ik over aan Lode zelf, want die gaan we tussenin telkens aan het woord laten met uiteraard ook prachtige stukken klassieke muziek. Vanavond mocht je de Messiah verwachten van Händel. Dat is een groot werk van Händel, een van de bekendste. Ik zou toch aanraden om te kijken tot het einde van de video. Waarom? Heeft ook te maken met dit concert. Wat het is? Zeker blijven kijken. Ik ben Eddy, welkom bij Travel Topper. Ik heb mij veel jaren geamuseerd. Ik bedoel, niks moest voor mij voor de muziek. Ik deed de muziek die ik graag deed. Zowel klassiek als modern, jazz, operette, musical. En ja, fanfare. Zowat van alles. Ja. Ik heb dat graag gedaan. Ja. Mm-hmm. Interessant is dat de Messiah vroeger ook als benefiet werd uitgevoerd. De Messiah wordt ook in Londen regelmatig uitgevoerd als meezing Messiah. Dat betekent dat er een aantal zangkoren in het publiek meezingen. En dat hebben we vandaag ook een beetje gedaan. We hebben dus eerst een rondvraag gedaan bij verschillende koren en geïnteresseerden die de Messiah willen meezingen met het koor, met Scala Vocale. En we zijn zo'n 100 man geraakt. Dat is ongeveer 30 jaar geleden gebeurd in december. En dat was naar aanleiding van het koor van Yves Van Innes, Chorus Mechliensis, die op dat moment stopten of een andere dirigent zochten. En ik werd aangesproken. Maar ik heb het anders aan boord gelegd. Ik heb een nieuw koor gesticht met de zangers van Chorus Mechliensis. En geleidelijk aan zijn we gegroeid. Ik denk dat we met een 12, 13 waren in het begin. En nu zijn we tot met een groep van ongeveer 50 leden. Ja, een paar jaar geleden had ik het idee om die Messiah te doen, maar ik wou dan ook de winst mezelf opsoeperen. Ik dacht dat is voor een goed doel. Het goed doel was nog niet omschreven, maar mijn partner heeft een spierziekte gekregen. En dan dacht ik, ja kijk, het onderzoek voor die spierziekte lijkt mij een interessant gegeven. En zo heb ik dan beslist om het voor ALS te doen. En ook de medewerking gevraagd van de ALS-liga. Thank you.
Op een zeker moment zal dan het publiek gevraagd worden om ook de Halleluja mee te zingen. Halleluja. En dat is dan gebruikelijk dat de mensen recht staan. Het scenario was perfect. Het is ongelooflijk hoe dat je met zo'n grote groep van 100 eigenlijk allemaal de neuzen in dezelfde richting kunt krijgen. En op dezelfde manier, zonder heel veel repetitie, want die mensen hebben maar 3-4 repetities meegedaan met ons, zo'n effect kunt krijgen. Zo'n homogeen gevoel. Allemaal op dezelfde manier. Dat doet mij enorm deugd zo. Van gemotiveerde amateurzangers is erin geslaagd om die prachtige, maar grote Sint-Rombos-kathedraal helemaal te vullen. Niet alleen met de prachtige klanken van de Messiah van Hempel, maar ook met ruim 700 enthousiaste toeschouwers. Ons gedurfd initiatief om er een echte meezing Messiah van te maken was ook een succes. Wij nodigden zangers uit de brede omgeving om dit werk met ons mee te zingen. En ruim 50 vrouwen en mannen tekenden hierop in. Ondanks slechts 3 gezamenlijke repetities is het ons gelukt om bijna 100 zangers harmonieus en kwalitatief samen te laten klinken. Wij in Mechelen vooral heel dankbaar zijn voor wat Scala Vocale doet en voor eigenlijk ook de rijke biotoop van koren in Mechelen. Wij hebben 9 erkende koren en je wordt niet zomaar erkend. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet minstens 12 zangers hebben, je moet minstens 12 keer per jaar repeteren en je moet minstens 2 optredens geven. Pas dan word je erkend en kun je enige steun krijgen van de stad. Altijd te weinig, evident, maar toch een bescheiden steun. Niet alleen financieel, maar we proberen ook natuurlijk op praktische wijze ook te ondersteunen. Maar alleszins, al 30 jaar, als ik me niet vergis, bent u actief.
70 jaar geworden, een mooie leeftijd, iets ouder dan ik, maar niet zoveel ouder. En dan een orkest organiseren, een concert organiseren, excuseer, in onze kathedraal, bomvol volk, dat kan niet iedereen. En u doet dat dan nog eens voor een heel goed doel, hè, evident, waar je heel nauw ook menselijk bij betrokken bent. Een ziekte die we moeten overwinnen, waar we moeten blijven ons voor inzetten. 11.000 euro verzamelen om daar ondersteuning te bieden. Daar kunnen we alleen onze hoed voor afdoen en u en heel Scala Vocale enorm dankbaar voor zijn. Voor dat maatschappelijke, dat mooie engagement. En ik denk dat dat voor u, vermoed ik, een hele mooie 70ste verjaardag was. Vanuit uw hobby, uw passie in de kathedraal waar je ook trots en fier op bent, zoals elke mechelaar, zelfs battelaars en mechelaars zijn daar ook trots op, moeten daar trots op zijn. En daar dat kunnen opvoeren in een enthousiaste zaal met mensen die cultureel betrokken zijn, maar ongetwijfeld ook maatschappelijk en sociaal betrokken zijn bij het goede doel. Dikke proficiat en hartelijk dank voor al wat je voor onze stad gedaan hebt. En ik hoop de volgende jaren nog zult doen, samen met het hele team van Scala Vocale. Dus van de uiterste stad, van Björn en ik, dikke merci. Absoluut, dat is hartverwarmend om te zien dat een benefietconcert zoveel geld kan opbrengen om onderzoek naar ALS te financieren. En dat doet ons niet alleen, maar ook alle patiënten en iedereen die ooit met ALS te maken heeft heel veel plezier. Nu, ALS komt er nog te weinig onder de aandacht bijvoorbeeld? Ik vind van wel. Ik vind zo'n ernstige aandoening, wat altijd een doodsvonnis is, vind ik toch wel heel belangrijk dat dat wel meer in de aandacht gebracht mag worden. Heb je daar bijvoorbeeld cijfers van, hoe ver het staat in België met ALS? In België spreken we tussen de 1000 en de 1200 patiënten met ALS. En eigenlijk zijn het er normaal gezien veel meer, maar door de snel degeneratieve aandoening overlijden er ook jaarlijks 200, maar komen er ook jaarlijks evenveel bij. Dus, ja. Totaal, het onderzoek voor ALS, wat wij financieren vanuit de ALS-Liga, is enkel en alleen van donaties en activiteiten zoals deze. Dus dat doet ons hart enorm plezier om te zien dat er zoveel mensen toch willen helpen. Wat gebeurt er dan eigenlijk met die donaties? Is dat uitsluitend voor onderzoeken of wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is allemaal voor basisonderzoek, maar ook verder onderzoek. Alles eigenlijk rond ALS-onderzoek hier in België. Lode Toten, dit was het dan hier op het stadhuis. Daar wordt alles afgesloten, de cheque is overhandigd en u bent een tevreden man. Ik ben enorm tevreden. Het bedrag van 11.000 euro is ons beginidee sterk overtroffen. Had je dat ooit verwacht? Zoveel niet, nee. We hadden een optie gedaan voor een 5.000 à 6.000 maximum. Maar dat het zo'n succes had en dat er zoveel volk op afgekomen is, is gewoon onvoorstelbaar. Ik ben super blij. Nu algemeen bekeken, het concert en vandaag hier met de cheque-uitreiking. Is het allemaal gelopen zoals je zelf wou? Meer eigenlijk. Het is, voor mij is het nog altijd een beetje een droom. Het dirigeren zelf, het stuk zelf. Ook vandaag die afsluiting, het is een droom. Ja. Scala Vocale heb jij eigenlijk opgericht. Dat is 30 jaar nu, dacht ik. Dat klopt. Ja. Dat wil al iets zeggen, hè? Ja. Ik herinner me nog goed, toen dat ik 30 jaar geleden met Scala Vocale begon, dat ik het wou opgeven na 3 jaar. En na 3 jaar dacht ik, ik ga er nog een paar jaar bij doen. En na 5 jaar, en nu ben ik 30 jaar bezig, dus het gaat allemaal snel. Het kruipt in je lichaam. Ja, je krijgt er heel veel voor terug. Je steekt veel in de muziek, maar je krijgt zoveel terug. Dat is ongelooflijk.
Zo, dit is het dan de afsluiter van een prachtig verjaardags- en benefietconcert naar aanleiding van de 70ste verjaardag van Mechels dirigent Lode Toten, gekoppeld aan een benefiet voor de ALS dat een prachtig bedrag opgebracht heeft. U bent bedankt om te kijken. Vergeet niet mijn volgende video's ook te volgen of mijn kanaal te volgen. Dat kan je doen door een duimpje te geven en je te abonneren. Dat is gratis. Vergeet vooral ook niet daarna op het belletje te drukken. Zo krijg je een melding telkens ik een nieuwe video heb gepubliceerd. Bedankt, ik ben Eddy. Dit is Travel Topper.